Yo guys, Jeroen hier van Overcoming Obstacles. In dit filmpje introduceren we de lente-editie van de Combi Challenges van 2024. Dat zijn 8 verschillende uitdagingen die uitgezet zijn in onze baan, die van makkelijk naar moeilijk gaan. En door middel van die uitdagingen kun jij je progressie meten. We gaan ze allemaal weer belangslopen vandaag, dus check it out. Oké, challenge nummer 1. Je start vooraan baan Alpha en het is eigenlijk heel simpel. Je moet zonder de grond te raken naar het einde van de baan klimmen en je mag zelf weten hoe. Je mag dus zelf kiezen welke sporen je klimt. Dus kies gewoon de makkelijkste, de snelste route. Maakt allemaal niet uit. Hoppa, op naar nummer 2. Nummer 2, je start hier bij deze paal bij het kruis. Wat is dit? Begin van vak 15. Vervolgens klim je via het kruis en de evenwichtsbalk naar de overkant. Dit is het enige vak waarbij je de bovenbalk mag gebruiken. Normaal gesproken mag dat niet. Dan ga je via de staplussen. Je mag ook best een ander spoor staplussen pakken hier zo. Over het daknet. Oh ja, nog niet gezegd, maar je moet hier ook een koprol maken over het daknet. En dan aan de zijkant heb je die zwevende balkjes. Daar ga je overheen. Maar één van die balkjes moet je onderdoor zonder de grond te raken. Dan ga je door naar het lage horizontale net. Dit touw mag je gebruiken. En daar ga je via de zijkant eraf met een koprol. En dan ben je klaar. En eindigen met de koprol. Nou, we gaan lekker. Challenge nummer 3 is in baan Bravo. Je start hier bij het daknet XXL. Daar ga je overheen. Vervolgens kom je bij de M-hindernis aan. Die steek je over, maar je moet de middelste balk onderdoor zonder de grond te raken. Vervolgens ga je alle zwevende balkjes onderlangs klimmen. Daarbij mag je de touwtjes niet vastpakken, dus alleen de balken. En het laatste touw aantikken, dan ben je klaar. Vervolgens loop je naar de A-pang en via het inklimtouw moet je een voetklem zetten. En dan ga je naar de A-pang, gewoon onder de balk door. Je klimt 5 meter A-pang en je tikt het schot aan. Als je het schot hebt aangetikt, ben je klaar. Hoppa, op naar nummer 4. Oké, challenge 4. Begint vooraan Alpha bij het swingoverlaantje. En die bestaat uit 2 delen. Eerst klim je de eerste 4 buitenste swingovers. Dus de ladder swingover, banden, kartbandjes en totempaal. Die laatste mag de jeugd onder de 15 natuurlijk niet overheen. Dus die klimmen alleen tot kin boven de balk. Vervolgens start je onder het grote net. Daar klim je onder het balkje door, ga je over het net. Aan de andere kant maak je een koprol van het net af. En zonder de grond te raken ga je door naar de lianen. Je klimt 5 meter lianen en je eindigt over het balkje. Yes, dat was hem weer. Challenge 5. Nou beginnen ze echt al pittig te worden. We beginnen bij Bravo bij vak 1. Vervolgens klim je via de schuine muur omhoog. Zwaai via de teeltjes. Onder het schot door. Via de kaasplankjes opzij. En via het bandenspoor naar het einde van de baan. Via die laatste autoband maak je een swing over. Je mag pas de bovenbalk pakken als je die band vast hebt. Dan ga je naar de grond. Vervolgens heb je nog een deel 2. Namelijk, je klimt het hele daknet rond. Je start bij het touw, je klimt de bovenbalk aan, je klimt het net rond. En als je het uitklimtouw weer kan aantikken, dan ben je klaar. Poeh, nog 3 te gaan. Oh hey, ja, we zijn inmiddels een dag verder en het is ietsjes kouder dan gisteren. We gaan vandaag challenge 6, 7 en 8 opnemen. Let's go! Oké, challenge nummer 6. Waar begin je? Mag je eigenlijk zelf weten. Maar het moet bij een aaphangtouw zijn, want de challenge begint met 60 meter aaphang. En vervolgens maak je 6 swingovers via een touw bij een 2,5 meter balk. Voor die aaphang heb je 2 opties. Je mag elke keer een stukje klimmen en dan weer uitrusten. Daarbij moet je elke keer de eerste balk en de laatste balk met de hand aantikken. En je mag ook heen en weer gaan klimmen. Laatste. Hoppa. Oké, de ene laatste, challenge nummer 7. Die begint hier achter bij de Spaanse ruit. Die moet ook met je voeten achter de paal beginnen. Via de Spaanse ruit omhoog, over de balk. Vervolgens apenhang zijwaarts over de laatste balk. Dan huftelussen, 3 balken overheen.
Vervolgens de hoek aanhangen, onderlangs, overheen, onderlangs. Dan nog staplussen. Als je op de lage balk bent, mag je even uitrusten. Vervolgens start je bij het beltramslusje, halverwege het Tarzanzwaaivak. En je maakt via het beltramslusje een swing over de laatste balk. Poeh, die is lekker pittig. Nog één te gaan. Trouwens, als je bij ons traint, dan vind je hier dat bord. En daar staan dan alle challenges op. Dus kun je hier gewoon kijken en dan zelf lekker oefenen. Dit is de wintereditie en straks komt deze editie daar te staan. Oké, combi challenge nummer 8. Deze is echt pittig. Nog wel zwaarder dan die van de wintereditie. Je begint achteraan alfa vak 16. Je klimt 15 meter apenhang, waarbij je over de eerste en de tweede balk gaat. Vervolgens moet je vanuit de voetklem de tarzanzwaai binnenhalen. En die mag al even klaar liggen voor je. Want met die tarzanzwaai ga je diagonaal over naar de huftelus. En daarbij mag je die lage balk die daar zit niet gebruiken. Dan hoor ik jullie al denken, ja, maar jij bent 2 meter, dus jij kan erbij. Maar ik heb hem ook getest met mensen die een stuk kleiner zijn dan ik. Dus hij is haalbaar. Vervolgens ga je 3 balken overheen via de huftelussen, maar wel via dat dikke zwarte touw. Dan daknet onderlangs, stukje apenhang, horizontale net onderlangs en de laatste balk aantikken. Dan ben je klaar met deel 1. En door. Vervolgens deel 2. Daarbij begin je bij de muur. Je klimt over de muur heen en je gaat direct door naar de pakplank. Als je de laatste paal aantikt, ben je klaar. Dan nog een deel 3, namelijk het packboard. Je begint met beide stokjes in de eerste 2 gaatjes. Je eindigt met beide stokjes in de laatste 2 gaatjes. Hij is pittig, hij is lang. Hij moet binnen 5 minuten als je hem officieel wil halen. Dus succes. En we zonder geintjes. Ik heb deze niet achter elkaar geklommen. Dat is een beetje de power of editing. Maar hij is van de week wel gelukt. 7 seconden op te tellen. Hij is haalbaar, maar echt, echt heel pittig. Anyway, ga ze lekker oefenen. Knip ze eventueel op in stukjes. Ga gedeeltes van die challenges oefenen. En hopelijk zie ik jullie op de training. En voor mensen die niet bij deze club trainen, kom een keer langs. Stuur ons een berichtje om deze challenges te oefenen. Ik ben heel benieuwd hoe die door wat ervaren wedstrijdlopers ervaren wordt. Dus hopelijk zien we jullie binnenkort. Tot de volgende. Later.